Green Awareness Expo. Laatste peilingstoetsen gemaakt. En de markt van Nikeri. Goedenavond en welkom bij 10 minuten Jeugdjournaal. In de natuur en het klimaat gebeuren er goede, maar ook minder goede dingen. Daarom is de Green Awareness Expo georganiseerd. Met deze expo willen zij jongeren kennis laten maken met de toekomst en de aarde die voor hun moet blijven voortbestaan. Iedere dag wordt er ontzettend veel plastic gebruikt. Maar helaas zie je vaak ook plastic flessen en andere afval langs de straten liggen. Dat is niet goed voor de aarde. Daarom wordt de Green Awareness Expo voor de tweede keer georganiseerd. Dit jaar doen er 15 deelnemers mee. Elke stand ziet er anders uit en biedt verschillende producten en activiteiten aan. Een van deze deelnemers is Torarica en die zet zich in voor het milieu door groene initiatieven te nemen. Wij zorgen ervoor dat we onze afval scheiden. We verzamelen onze plastic afval en daarvan worden er plastic vuilniszakken gemaakt en die gebruiken we weer in de hotels. We verzamelen ook onze restantolie van de keuken en die wordt verder verwerkt tot badzeepjes. Wij hebben ook ervoor gezorgd dat qua water en energie we zuinig werken, zuinig omgaan. Zo hebben onze sanitaire voorzieningen, dus een douche, een toilet, een wasbak, die hebben een bepaalde standaard. Zij geven dus een bepaalde liter water per minuut of per flush. Als je dus je hotelkaart, je hotelsleutel in de vinkkaarthouder zet, dan heeft je kamer dus elektriciteit. Als je hem dus eruit haalt, heeft je kamer geen elektriciteit. Deze expo is dus niet zomaar georganiseerd. We hebben namelijk gezien dat we heel veel doen aan groen. We committeren ons aan de Sustainable Development Goals. Maar het is nog niet heel erg, het wordt nog niet heel goed gepresenteerd naar buiten. En daarom hebben wij dus ervoor gekozen om deze expo te organiseren. En we hebben toen gezegd van oké, we nemen onze we trekken onze partners erbij. Er waren ook 600 leerlingen van verschillende lagere en middelscholen aanwezig. Zij bezochten elk standje en hadden allemaal hun eigen unieke ervaring op deze expo. Ik heb heel veel meegemaakt, het is heel leuk. Ik wil nog heel veel leren over bepaalde dingetjes. En ik heb van natuurlijk ook prijzen gewonnen. Ik vond het leuk en ik vond het interessant. De leerlingen hebben niet alleen veel geleerd over de verschillende onderwerpen, maar mochten ook spelletjes spelen. Ik heb geleerd hoe je netjes moet zijn, je milieu vrij te houden, schoon te houden, recyclen, denk ik. En hoe je spullen kan gebruiken. Geen nood als je vandaag niet kon gaan, want je hebt tot zaterdag de tijd. Jij kan dan ook zo een bezoekje brengen aan de Green Awareness Expo. Het schooljaar is aan het einde van het tweede kwartaal. Maar dat weten onze jonge schoolgaande kijkers al. Het is ook het einde van wekenlang studeren voor toetsen en toetsen maken. Ook in Nikeri. Op deze school hebben de kinderen vanochtend de laatste van een aantal belangrijke toetsen gemaakt. Waarom is er een peilingstoets en waarvoor dient het? Er is een peilingstoets gehouden op de scholen in ons land om het niveau van de kinderen te peilen. Zeg maar de beginsituatie van de kinderen te peilen. Wat vond je het moeilijkste aan de toets en waarom? De moeilijkste was rekenen voor mij. En is omdat ik echt niet zo goed in de rekenen ben. Rekenen is allemaal wel een beetje ingewikkeld voor mij. Om het lidwoorden te zoeken. Wat vond je het moeilijkst van de toets? Niks vond ik moeilijk. De toets is ook voor de leerkrachten, zodat zij de kinderen kunnen helpen hun dromen waar te maken. Ik wil op Hazard werken, waar alle strafmensen gaan, omdat ik daar lief vind. Op piloot, dat ik kan bij alle landen gaan om mensen te brengen en het lief vinden. Mijn notaris, het lijkt leuk voor mij. Het trekt me aan. Ik wil een zuster later worden en ik wou altijd een zuster worden sinds klein, omdat iedereen die ik echt ken is een zuster en ik hou gewoon van die werk en ik vind het interessant. Wanneer jullie hebben ontdekt wat het niveau is van zo'n leerling, hoe verder, wat doen jullie dan? Dan kunnen we dan samen met alle andere leerkrachten die helpen begeleiden op de scholen, deze kinderen optrekken om weer op dat niveau wat wij verwachten van het kind te komen. Na zo'n lange lesdag krijgen de kinderen van OS 3 Nikeri een maaltijd van de school. Rijst met boulanger en aardappelen. Dit in verband met Pagua.
goed. Omdat er pompoen met trees waren. Er waren chitney kousenbal met aardappel en dat vond ik leuk. Ik vind dat heel lief van die juffrouwen en dat het echt lekker was. Het is leuk. Het is heel lief van de juffrouwen. Ik heb niet gegeten. Waarom heb jij niet gegeten? Ik vast. Ik ben wel nieuwsgierig naar waarom jullie hebben gekookt voor de leerlingen. En ja, is het het eerste jaar dat jullie dit doen of allang? Nee, het is niet ons eerste jaar. Het wordt gedaan. We proberen eigenlijk elk jaar dit te organiseren, zolang we de donaties krijgen van buitenuit. En natuurlijk, als het niet genoeg is, de donatiegelden niet genoeg is, dan proberen wij als leerkrachten als team ook in te spelen. We hebben gezamenlijk gezorgd voor specerijen. We zijn bij elkaar gekomen om te praten hoe we het kunnen organiseren. Anderen hebben wat specerijen gebracht, wat groenten meegenomen uit hun eigen tuin. We hebben naar sponsoren gezocht voor rijst. En er zijn ook leerkrachten die uit hun eigen zak, eigenlijk uit hun eigen geld, hun portemonnee zijn gegaan om ook een donatie te doen voor onze kinderen. En dit wordt georganiseerd in verband met het Holy Feast dat gevierd wordt op de maandag eigenlijk. En omdat wij maandag niet op school zijn, hebben we voor vandaag gekozen om voor de kinderen te koken. Pakwa is het lentefeest van de Hindoes en is ook een soort nieuwjaar. Daar horen ook nieuwjaarswensen bij. Familie. Bij de standers, matties, vrienden. Wat moet er met ze gebeuren? Met hen vieren. Dat het met iedereen goed gaat, iedereen maakt het goed. Dat ik over ga en dat alles goed doet. Dat alles goed gaat en dat iedereen een goede jaar heeft. In Paramaribo hebben we meer dan één markt, zoals bijvoorbeeld de Noodmarkt en de Centrale Markt. Maar hier in Nikeri is er maar één, de Openbare Markt Nikeri. Zoals in elke markt er verschillende dingen zijn om te kopen, kan je dat ook op de Nikeri Markt doen. Gisteren hadden we het over de centrale van Nieuw Nikeri. Wel, in de hoofdstad Nieuw Nikeri hebben we ook een grote markt. Wat is er allemaal te zien? Kom mee! De markt ligt midden in het centrum en gaat al erg vroeg in de ochtend open. Al vanaf 6 uur zou je naar de markt kunnen gaan. Al het eten en andere verkoopspullen worden dan op de marktkraampjes gezet. Het is een grote markt en er is veel te vinden. Er zijn meerdere lange rijen van kraampjes. Aan de achterkant van de markt is de mooie Nikeri-rivier van Suriname te zien. En daar wordt de vis verkocht. Op de markt heb je verschillende dingen. Je hebt fruit, groenten en zelf ook peper. Maar aan de andere kant van de markt heb je ook kettingen, armbanden en oorbellen. Sommige van de verkopers hebben het verkopen op de markt overgenomen van een ouder of grootouder. Maar sommigen doen het ook zelf, sinds het begin. Van mijn oma, ik verkoop hier met mijn oma. En mijn grootmoeder is er niet meer, dus heb ik ook verkocht. Nu 2 jaar. Want eerder was ik, toen ik jonger was ik wel hier. Maar weet je, als je vertrouwen is, het weer een andere leven. Ik heb het weer gekozen om hier te zijn, dus het nu 2 jaar. Het verkopen van groenten en fruit op de markt wordt op verschillende manieren gedaan. Sommigen kopen en verkopen en sommigen planten alles zelf om die op de markt te gaan verkopen. Het is altijd leuk om naar de markt te gaan en zeker ook in Nikeri. Er is een groot aanbod aan lekkere, gezonde etenswaren, maar ook andere mooie spullen. Er is van alles wat. Een mooie, ruime markt en je kan dus ook nog genieten van de Nikeri-rivier. Zo, dat was het voor vanavond. Slapen jullie lekker en tot de volgende keer. Doei doei!